UZ Brussel is een universitair ziekenhuis. Elk jaar zien wij meer dan 400.000 patiënten. En dat vergt echt een flow aan IT-toepassingen die het hele proces ondersteunen. We zijn ook heel veel bezig met onderzoek en innovatie. En dat laat dan onze ICT-medewerkers toe van echt met toptechnologie bezig te zijn en zo het verschil te maken op het terrein. Onlangs heeft ons ziekenhuis geïnvesteerd in slimme glucosemeters. Dat zijn heel innovatieve toestelletjes die met één prik bij een diabetespatiënt alle nodige parameters kunnen uitlezen en die meteen ook draadloos kunnen doorsturen. Kunnen, want het netwerk moet mee willen natuurlijk. En dat is mijn job, ervoor zorgen dat al die mooie toestellen ook effectief kunnen gebruikt worden. En zo maak ik het verschil. Elke dag komen er hier honderden patiënten op consultatie. Dat is een enorme organisatie en administratie om die mensen op de juiste plaats te krijgen. Dus het enige wat de patiënt eigenlijk moet doen is met zijn EID in de kiosk. En wij gaan dan in de achtergrond alle gegevens doorsturen naar de arts en de verpleegkundige, zodat die weten dat de patiënt op komst is en het dossier direct open kan. Het resultaat is dat de artsen zich echt kunnen bezighouden met hun patiënt en al de rest automatisch gaat. En zo maak ik mee het verschil. In teamverband heb ik mee ontwikkeld aan de mobiele tracing-app voor bloedproducten. Deze verhoogt de patiëntveiligheid door op elk moment bedside te checken of het juiste product onder de juiste omstandigheden op het juiste tijdstip wordt toegediend aan de patiënt. Artsen en verpleegkundigen kunnen daar volledig op vertrouwen en zo maak ik het verschil.